Bij het Utrechtse dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtstbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen. Deze dagen zijn de eerste gedeelten van het gevaarte, dat 220 meter hoog zal worden, per Rijnaak uit Duitsland in de sluis van Vreeswijk aangekomen. Het zijn 10 stukken die ieder 10 meter lang zijn en 3,5 ton wegen. In december zal de hoge slanke televisiemast boven het Utrechtse landschap uitreizen, maar wanneer hij zijn draadloze beelden de ether in zal sturen is nog niet bekend.